een kubel. Eigenlijk is het een VW-181. Een 1972 van de familie Macquart. Ze zijn niet ver moeten komen. Vanuit Husselt. En mevrouw mag de prijs in ontvangst nemen. En dit jaar zijn het zeer mooie wandklokken. Ze mag het eens een keer sjouwen. Met het logo en vermelding van Limburgse Keverclub. 19e editie van de internationale luchtgekoelde meeting hier vandaag. Wagen nummer 201 uit Vlaams-Brabant, Roeiland mee bepaald. Roger Reinaert met deze VW 1200 Laurie uit 1962. Mooi kleurtje, mooie white walls, rechtop, prachtige wagen. Proficiat meneer. Misschien een applaus voor de mensen van Azuri, denk ik dat de club was. En van harte bedankt namens de organisatie voor de rondrit in goede banen te leiden. Ondertussen hier voor het podium wagen nummer 184. Uit Opoeteren komen ze, Mich Hellings. Kever 1500 uit 1968. Er zit zelfs een schuifdak in. We moesten even plaats maken om door te laten. Cal look, California look, Amerikaans zeg maar. Speciale bumpertjes van voor. Mooie porte bagage, zoals ze zeggen. En hij komt niet helemaal uit California deze man, maar gewoon uit Alkem. En daarom niet minder mooi. Proficiat Andy van der Spikke. En er gaan ook dit jaar weer meerdere prijzen naar het noorden. Of naar het oosten, hè. Hangt er al vanaf waar ze komen. Jan Leijendekkers. Volkswagen Kever Cabrio 1600 injectie uit 1979. En ook uit handen van Jo, onze voorzitter. Een mooie klok als aandenkje. Dan weet je dat hij ook volgend jaar weer op tijd kan komen. Volgend jaar 20e editie trouwens, verwachten we iets speciaals. Zeer mooi gerestaureerde splitbus uit 1966. Even snel gerekend is dat ding dus al 44 jaar oud. Olijfgroen met wit. En ik kom ermee uit het Antwerpse, uit Schriek mee bepaald. Luc Kuivers, proficiat. Het bekende campermodel van Westfalia. Een VW T2A. Bijwindel dus met de pinkertjes van onder. Uit Meil in Nederland is dit Richard Messen. Proficiat Richard. Dankjewel hè. La voiture numéro 190. De Luxembourg, oder vielleicht auf Deutsch, Luxemburg. Deze blauw-gele appelbuggy. Even te loof melden dat Appal dit jaar 50 jaar bestaat. De 50e année de Appal à Blenny. De félicitations pour monsieur. Doc Marc de Eschdorf à Luxembourg.
Karman Gia van het latere type. Met de pinkers vooraan om de spanborden. Ron Ronkers uit Nederland. Proficiat met de trofee. En goede rit terug naar huis. Type 3 notchback. Notchback is dus het vierkante kontje van de type 3. Zoals je vroeger auto's tegen, die hebben ook nog de fastback, die gaat zo'n beetje schuin af. En de squareback, wat een stationwagen is. Deze dus een notchback uit 1966 in agave groen van Cedric Jas. Had hem bijna te voet naar hier kunnen duwen. Vanuit Bilzen komt die man. Even mijn applausje. Dat betekent dus volledig origineel, zoals ze in de tijd uit de fabriek rolden, of dan toch even goed gerestaureerd met originele onderdelen. Uit 1952, zo'n ding is al 58 jaar oud. Uit Eeklo, dat is in de buurt van Gent, komt die man. Serfon Vincent, proficiat. Wagen nummer 258. Groen-witte T1 Samba. En ook deze trofee gaat naar Nederland. Erik Boesten. Mooie Samba-bus uit 1963. Turkish Blauw-Wijs. Voor de mensen die de kleur is. Ja. En dan wagen nummer 224. Ook een hele mooie in de vintage. Deze Karman Gia VW type 14 coupé uit 1968. Regatta blauw met een zwart dak. En meneer komt uit Heel. Meneer Jan Heijnen, proficiat. Zeer mooie wagen. En dan hebben we nog een paar prijzen, een paar hele speciale zelfs. En de eerste in de speciale serie, zeg maar, is de Best of Show. Dus dat is de mooiste wagen gekozen door de jury vandaag. En dat is wagen nummer 271. Desalniettemin van de Velde Cathy. En ze krijgt niet alleen de trofee aangeboden van de voorzitter, maar ook van een van onze sponsors. Een heel mooi pakket onderhoudsproducten voor de wagen. Met dank aan Car Wellness Shop. En dan hebben we iets heel speciaals. Ik denk dat er velen jaloers op zouden zijn. De verste deelnemer. Hij heeft ingevuld 1500 kilometer. Dat is niet bij de deur. Die man komt daarvan helemaal van Barcelona. Niet alleen voor dit treffen uiteraard, maar hij was er toch maar. Door de week doet hij kunststeden en het weekend treffens. Juan Rivas de Barcelona, España. Muchas gracias. We zullen maar niet het liedje Dos Cervezas zingen zijn. Geef de man een heel warm applaus. 1500 kilometer voor de treffen. Deze Volkswagen 1303 LS Cabrio van 1978. And we hope you'll get home with it again without any problems. Congratulations with the trophy, also with the car products from the Car Wellness Shop, our special sponsor today.